Hey allemaal en heel erg hartelijk welkom terug bij Rollercoaster Tycoon. Laten we beginnen. Even kijken. We zijn nog steeds in dit park bezig en we zitten ondertussen in mei jaar 3. We moeten even goed opletten, want we hebben een kleine terugloop in bezoekers gehad de laatste keer. Dus ik wil eigenlijk gaan kijken wat ik kan doen om het een heel klein beetje omhoog te helpen. Even kijken. Oké, deze maakt verlies, dus die ga ik sluiten en wegdoen. Ik wil even iets meer goed kijken naar wat is hot, wat niet, wat maakt verlies, wat maakt winst. Oeh, boomkamer. Dat is wel leuk. Dat kan ik straks wel heel even bouwen. Wat is hot, wat niet, waar kan ik ermee zorgen dat goede winsten maak? Kan ik zorgen dat er bezoekers of genoeg bezoekers komen? Dus ik wil eigenlijk echt gewoon toch wel proberen om dit op de juiste manier te spelen. En dat is dus ook bijvoorbeeld kijken naar wat kan er weg, wat kan er blijven. Hier deze bijvoorbeeld. Ik zie er wel mensen. Ik zie er wel mensen lopen, maar niet super veel. Dus ik denk dat ik een campagne ga beginnen. Daar heb ik het geld wel voor. Om hier iets meer even kijken, hoe heet deze? Ropey Rapid. Ja. En dan hoop ik dat ik daarmee hier iets meer bezoekers naar kan trekken. En dan probeer ik ondertussen om toch op de juiste manier verder te gaan. Even kijken. Omgekeerde achtbaan, stalen schroef achtbaan. Welke is een beetje te doen, zou ik bijna willen zeggen. Want zo'n actie, dat geeft en toch best wel goede trekt bezoekers aan en het zorgt ervoor dat attracties die misschien iets minder populair zijn, dat die weer een boost krijgen. Oké. Hoop ik dat het plan wat ik heb, dat het werkt, namelijk dat ik vanuit hier bouw ik een uitgang. Dat werkt en dan moet ik nu alleen nog de ingang bouwen. Dat moet natuurlijk een goede rij zijn. Niet te lang. Omhoog. Geluidsvloers. Ja, ik heb hem. Mooi. In dat geval kan deze open en dan heb ik een tweede schommelschip. Want deze doet het aardig goed. En dan ga je wel de huisjes van vervangen. Oh ja, hier. Dit is standaard. Bijna. Abstract. Vind ik altijd wel grappig. Oeh, deze vind ik wel leuk. Ja, dit vind ik een goeie hiervoor. Even kijken. Dan maak ik hier ook. Wat was het nou? Ruimte. Dat vind ik wel een beetje passen hierbij. Kijk. Zorg er gewoon voor dat we. Ik heb hier nog een hele mooie achtbaan. Dat kan wel de
Maak ik daar jungle van? Zorg gewoon een beetje voor dat ja, alles in een bepaald ding wat op elkaar lijkt. Kijk, we zitten in juni. Wat is het probleem? Oh ja, het regent natuurlijk. Dat is ook altijd een leuk ding. Heb ik net zo'n hele mooie actie daarvoor opgezet. Gaat het regenen, natuurlijk. Jammer. Schrik toch wel bezoekers af. Ja. Kijk, wat hebben we hier? Want ik vind deze rij ook aardig leeg. Maakt wel winst. Oké. Het schijnt nu nog steeds een probleem te zijn. Maar het regent niet meer. Oké, dus de prijs nog iets omlaag. 1,20 voor het. Kijk, dat ziet er al iets beter uit. Ik wil echt proberen om het spel te gaan spelen. Ja, kijk, dat ziet er al beter uit. Go-karts, die had ik nog niet volgens mij. Oh wacht, go-karts had ik wel al, die zit hier. Dat het een leuk idee is om een eigen achtbaan te gaan bouwen. Dan wil ik hem wel op de juiste hoogte hebben. Oh, dit klopt niet. 1, 2, 5. Geld letten. Wacht even. Had ik daar nou wel of geen? Ja, wel. Nou, het is misschien niet de. Het is misschien niet de meest spannende achtbaan, maar als het goed is, dan moet hij wel werken. Ja, het ziet er goed uit. Hij komt in elk geval aan zonder ongeluk. Oké, dan gaan we eerst. Ik heb hier hout. Hey, kijk.
En dat is al meteen heel fijn dat het goed aansluit. Tada! Nou. Mooi, dan kan deze open. Dit stuk erbij. Mooi. Mooi, mooi. En er staan al een paar bankjes. Moet ik er wel even iets meer bij zetten. Gewoon omdat ik het kan. Nou, kijk. Pleziervactor 3%. Als ik er echt heel erg into ben, dan kan ik dat waarschijnlijk wel omhoog krikken. Maar dat heb ik nu, ik ben niet zo'n hele erge achtbaanbouw. Hé, hey, kijk, deze loopt ook lekker. En trouwens over lekker lopen gesproken. Ik denk dat het tijd is om mijn loondeel af te betalen. Want dat is natuurlijk altijd fijn. Een heel klein beetje deze campagne gaat ook goed. Wat doe je? Honger, gedachten aan geld uitgegeven. Ik denk dat dat wel iets goeds is, want we kunnen proberen. Als attracties niet helemaal meer goed lopen, om te kijken of ze dan met zo'n campagne kunnen opklikken. Dat doe ik eigenlijk niet zo heel vaak. Ik gebruik eigenlijk bijna nooit campagnes. Hoe zit het met mijn geld? Geld zit ondertussen in juli. Oeh, reuzenrad. Dat is nou niet per se de spannendste attractie. Kijk, en er lopen ook lekker veel mensen met ballonnen. Ik heb trouwens, zouden we dat halen? Ik heb de afgelopen week een paar keer welke was er nou kapot gaan? Blue 18. En wie zit er in dat gebied? Ik heb de afgelopen weken een paar keer, dat is deze niet. Ik heb de afgelopen week geprobeerd om mijn in elk geval geprobeerd om scenario's die ik niet gedaan heb, omdat ik die al eerder gedaan heb. En dan weet ik niet meer precies in welke aflevering dat kwam. Ik denk dat deze busjes nog wel wat handjes gaan gebruiken. Die heb ik gedaan, zodat we uiteindelijk ook iets meer keuze hebben als we het volgende scenario kiezen. Oké, deze man kan wat extra handjes gebruiken, dus die krijgt van mij een deel van het pad. Nee, dat stuk kan die volgens mij bij. Even kijken, hoe zit het? Dit hoeft hij volgens mij niet te doen dan. Zodat we in elk geval meer scenario's kunnen kiezen. Ik heb er nou 2 opgelost. En volgens mij is er nog eentje over waar ik mee bezig ben. Meestal is er eentje die vast zit.
Naar hier. Dus daarmee hoop ik dat ze een beetje... oh kijk, ik zie dat hier geen werknemers lopen. Zeg naar dit stuk. En ja, daarmee hoop ik dat we toch iets, ja, dat de keuze wat uitgebreid wordt. Dat zal wel heel fijn zijn. Oké, jij krijgt dat stuk er dus bij. Kijk, en dit is dus het lastige met de paden. Dat, ja... Op een gegeven moment, ja, komen dingen vast te zitten. En dat vind ik naar. Maar ik heb er dus twee andere opgelost. En nou ja, dat was ja, dat is wel even buiten de zicht gebeurd. Maar daar had ik een goede reden voor, want die had ik al gedaan. En, nou ja, laat het maar zitten. Ik had daar mijn redenen voor, laat ik het zo zeggen. Nee, ik zocht naar deze. Even kijken, misschien krijgt de hamburger tent erbij, dat is wel fijn. Deze ondertussen al gerepareerd. Monteur wordt ja, maar waar blijft hij? Waar staat microfobia dan? Oké, dit is microfobia. Dan denk ik dat ik daarvoor een volgende monteur ga aannemen. In elk geval dat het nu een deel wordt opgelost. Wat is er met deze aan de hand? Ik betaal niet zoveel voor cheesy mice. Oké, dan gaat het iets omlaag. Oh, en we krijgen weer regen. Regen is echt wel de goede tijd voor overdekte attracties. Dus ik denk dat ik daar wel. Ja. Daar moet ik iets proberen uit te slaan. Ik weet alleen nog wat. Oké, even kijken. Ingang, uitgang. Uitgang. Houten stenen. De hoop. Ja, goed zo. Oké, dus die is open. En welke prijs heb ik nou gekregen? Het veiligste park. Dat is ook wel heel fijn. Oké, dus die zit helemaal daar. 7 loopt. Ja. Het ding met al deze monteurs vind ik een beetje. Is dat. Of ja, met dit gebied aangeven. Waar het voor mij. Ja. In ligt. Is dat ik. Op een gegeven moment weet ik niet meer wie waar zit. En of ik alles gecoverd heb. Dat is bij mij een beetje een ding. We hebben weer wat geld erbij, dat is wel fijn. Qua paraplu's doen we echt hele goede zaken. Ik denk dat de kleur ook weer is, gaat van. Ik zie wel heel veel hetzelfde.
Oh, pizza! Lekker! Lekker, lekker, lekker! Dus we hebben genoeg winst gemaakt. Hoe zit het met deze? Die maakt in principe nog winst. Deze gaat ook nog lekker. Oké, dus die gaat weer goed. Micromuis. Die gaat ook oké-ish. Die gaat goed. Die gaat naar. Hoe zit het met de cobra? Spookhuis. Ja, daar moet ik eigenlijk wel iets aan doen. Nee, wacht. Ik weet waar ik. Ik ga een kamercampagne doen voor botsauto's. Dan heb je 5 weken. Zo. Hey, en ik zie dat we alweer door de tijd heen zitten. Dan zijn we 20 minuutjes voorbij. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het ziet er voor nu naar uit dat we alle doelstellingen gaan halen. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zie jullie de volgende keer. Bye!